Hey iedereen, wij zijn Chloe en Robin van koffiebranderij Onan in Leuven. En al 10 jaar lang zorgen wij met heel veel liefde voor jullie dagdagelijkse tas koffie. Naast kwaliteit is eerlijkheid heel belangrijk voor ons. We willen weten welke weg de koffie heeft afgelegd voor ze in jullie kop terechtkomt. Dus we trokken naar Brazilië en zochten het uit. Waar is die knop nu? Ah, we gaan zo meteen landen. We zijn om 4 uur, dus morgen vertrokken. En we zijn dus om 18 uur onderweg. Eerste indruk over de aankomst in Brazilië. Nederlanders als thuis. Ik ben benieuwd naar het park. Saúde! Saúde! Dit zijn Walter en Ed Nielsen, de gepassioneerde eigenaars en boeren van Fazenda Dutra. Na een eerste heerlijk ontbijt met de ganse familie, beginnen we aan onze zoektocht. Waar komen die koffiebonen precies vandaan? We beginnen bij het begin. Kleine boontjes worden individueel geplant, waarna een kiem ontstaat. In de serres worden ze met heel veel liefde verzorgd. Ze krijgen bescherming tegen de felle zon en een dagelijkse hoeveelheid water. Na 3 maanden zijn ze dan groot genoeg om naar de boerderij te gaan, waar ze in loten worden uitgezet. Daar groeien ze uiteindelijk uit tot grote struiken. Wanneer de struik 5 jaar oud is, produceert hij bessen die kunnen geplukt worden. De plukkers leggen een groot zeil onder de struiken om ze op te vangen. Na het verwijderen van overtollige takken en bladeren worden ze in zakken gestopt. Makkelijk toch? Moeten we daar? Smakelijker. Obrigada. Ciao. Elk plukteam bestaat uit 2 personen. Op het einde van de dag verzamelen ze al hun bessen in 1 grote zak. Deze wordt gewogen en op de vrachtwagen richting verwerkingsstation geladen. Voor ons echter zit de dag erop. Walter en Nielsen nodigen ons uit om limalos te plukken. S'avonds eten we samen met heel het gezin. Om de familie te bedanken voor hun gastvrijheid, besluiten wij om voor wat Belgische kost te zorgen. Die burgerkoekjes. Punt gewoon niet, dat helpt niemand. Dat is oké. Yes, dat is oké. Saúde! Goedemorgen, Chloe. Goedemorgen. Vertel eens, hoe is het voor jou geweest tot nu toe? Zalig. Ja, we hebben eigenlijk een hele fijne dag gehad. We hebben al heel veel gezien. We hebben al heel veel van de plantage gezien. We hebben de mensen ook al iets beter leren kennen. Heel veel gegeten, redelijk wat gedronken. Oké, Chloe, bedankt voor dit interview. Tot later. Yo
sou o Ednilson Dutra, o Dinho. Esse sou o Walter César Dutra, Valtinho. Isso. Nós somos produtores de café. O microlote é o seguinte, você tem uma propriedade com cafés em várias partes da propriedade. O microlote é que você escolhe um talhão, escolhe uma parte, que você vê que tem um café especial. Eles são muito importantes porque você fazendo os microlotes, você tem condição de fazer uma qualidade melhor. E só que isso tudo é você tem que ter uma estrutura para isso, tem que ter uma equipe focada nisso. Que é a base de tudo também. Vocês estão sempre aqui com a gente, são pessoas mais novas, todo mundo também já tem seu pequeno sítio, seu carro, então são pessoas que estão com a gente aqui. Buscando lucro, mas sempre pensando em preservar a natureza e deixar a natureza a vontade, perfeita, né? Para as próximas gerações. Ele procura sempre harmonizar com a natureza. Bom, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Isso é muito importante para o consumidor final realmente saber que é muito difícil o trabalho aqui. Aí é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque nós realmente gostamos do que a gente faz, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas até chegar na xícara, até chegar na Europa, é um longo trajeto, é um longo trabalho. Een jaar geleden namen wij dit microlot in pacht. De situering zorgt voor een unieke en hoge kwaliteitskoffie, enkel verkrijgbaar bij ons. Maar nu terug naar de bessen. Na het plukken worden ze gewassen en ontpulpt. Nu komt voor het eerst onze vertrouwde koffiebon tevoorschijn. Eens ontpulpt worden de bonen te drogen gelegd in de zon. Ze worden gedurende heel de dag omgedraaid om het drogen te bevorderen. De bonen worden in zakken gestopt en met de boot naar Europa verscheept. Aangekomen bij ons worden de verschillende variëteiten gebrand en na een rustperiode zijn ze klaar voor gebruik. Dit is waar wij naar streven. Een lekkere koffie, traceerbaar van kiem tot kop en met respect voor alles en iedereen die deel uitmaakt van dit proces. Ching ching. Dat is goed, Babji. Hoi. Bye. Hasta la vista, baby.